Feyenoord is dicht bij het aantrekken van Luciano Rodriguez, volgens directeur Dennis de Kloeze. Rodriguez, een 20-jarige aanvaller uit Uruguay, zou deze winter al de overstap moeten maken. Dus Lars, gaan wij er eens even induiken. Allereerst, wat is de status? Ja, je zegt het eigenlijk al. De Kloeze die heeft verklapt aan Voetbal International dat Feyenoord redelijk dicht bij de komst van deze Rodriguez is. Ja. Wie is deze jongen? Het is een 20-jarige aanvaller die op papier rechtsbuiten is. Althans, daar start hij voornamelijk. Maar het is een jongen die heel graag zwerft over het veld. Speelt nu sinds een jaar voor Liverpool Montevideo, hoofdstad in Uruguay. Ja, en eigenlijk is hij gelijk onderdeel van het meest succesvolle elftal uit de clubhistorie. Eind 2023 is Liverpool Montevideo namelijk voor het eerst ooit kampioen van Uruguay geworden. In de zomer van 2023 pakte ze ook nog eens de Uruguayaanse Supercup. Ook voor het eerst. Nee, trouwens, dat was voor de tweede keer in de historie. Klein foutje, maar dat kan gebeuren natuurlijk. Het is me vergeven. Deze jongen die is op het juiste moment ingestapt bij die club. En heeft ook echt wel een aanzienlijk aandeel in dat succes gehad. Met 9 doelpunten en 6 assists. Oké, nou dat zijn keurige cijfers om te overleggen. Wat zijn zijn kwaliteiten? Wat maakt hem een goede aanvaller? Nou, je hoeft op internet niet ver te zoeken in de Uruguayse media om overal te lezen dat het de Uruguayaanse Mbappé is. En nou gaan die vergelijkingen natuurlijk heel vaak op en dan is het maar de vraag, kunnen ze het waarmaken? Maar dat is al wel een eerste profielschets. En als je een beetje highlights van hem gaat zoeken, want ook ik kijk niet de Uruguayaanse competitie op wekelijkse basis. Dus ik heb het ook met... Ook dat is je vergeven. Met beelden moeten doen. Maar dan snap je wel ergens waar dat vandaan komt. Het is gewoon een hele sterke jongen in de duels. Het enige wat niet helemaal overeenkomt is dat hij niet exceptioneel snel is. Hij is wel snel, maar hij heeft niet de snelheid van Mbappé. Dus daar hoeven de Feyenoord-fans... niet smachtend naar uit te kijken. Wat hij wel heeft is echt die power die Mbappé met zich meebrengt. En wat opvalt, en dat aan de ene kant valt dat ook weer niet op, want het is een Zuid-Amerikaan, maar is echt de grinta die hij heeft. Dat is inmiddels ook een Nederlands begrip geworden, grinta. Ja. Dus echt die passie. Hij is niet vies van mee verdedigen. Heeft hem ook al in het verleden een aantal keer een rode kaart opgeleverd. Dus het is nogal wat een druistige speler. Ongepolijst misschien nog een beetje. Ongepolijst, maar wel echt een veelbelovend talent. Helemaal als je ziet wat voor een schot hij in de benen heeft. Heel doelgericht, maar ook afstandsschot. Ja, gewoon een heel verfijnde trap. Dus als je mij vraagt, is hij een Mbappé? Dan zeg ik zelf nee. Waar ik hem wel op vind lijken is Memphis Depay in zijn PSV-tijd nog. Ja, toen was Memphis ook zo rond de 20. En ja, deze jongen is ook al heel sterk, was Memphis toen ook. En een geweldig schot in de poten. Ja, je zegt een powerhouse. Ik heb ook een compilatietje gekeken en zag ik ook wel wat pannetjes en wat franje eraan zitten. Klopt, ja. Het is ook echt een dribbelaartje. Dat had Memphis in zekere zin ook in zijn PSV-tijd nu nog steeds wel, maar toen nog wat meer. Ja, echt een dribbelaar en ook, ja... Dan kom ik er weer op, doelgericht. Dus hij weet waar hij naartoe dribbelt. En als je dan even vergelijkt met de huidige selectie van Feyenoord. We hebben natuurlijk Minté nu op de rechterflank staan. Nou, dat is niet bepaald een dribbelaar. Die moet het wel echt hebben van zijn sprint echt. Ja. Dit is wel echt een ander type aanvaller, ja. Ja, okay. Die zijn tegenstander graag opzoekt in een 1-tegen-1. Hij noemt het een pannaatje, een schaartje. Ook wel wat frivoler, ja. Oké, nou goed, dat klinkt wel, is de conclusie denk ik, dat Feyenoord hem goed kan gebruiken. Ja, nou Feyenoord haalt wel echt iemand in huis. Uruguayaanse media schrijven namelijk ook, en dat is niet één medium, maar dat zijn ze allemaal. Ik pak het even erbij. Het is the craziest forward sinds Sebastián Abreu uit Uruguay. Nou, en Sebastián Abreu, 70-voudig international van Uruguay, geen... misselijke speler, die stond te boek als El Loco. Nou, volgens mij hoeft dat niet vertaald te worden, dat staat gewoon voor de gek. Het is wel een temperamentvolle jongen. Ik noemde dat net ook al, die rode kaarten, die komen dus ook, die komen wel ergens vandaan. Het is wel een karaktertje, dus Feyenoord haalt wel echt iemand binnen. Ja, en hij heeft met de nationale jeugdelftal ook al iets heel moois bereikt, hè? Zeker, ja. Feyenoord haalt eigenlijk een soort Mario Götze in huis. Want deze Luciano Rodriguez heeft een winnende treffer gemaakt in een WK-finale. Weliswaar voor Uruguay onder 20, maar daarin werd de wereldtitel gepakt. 1-0 gewonnen in de finale van Italië. En Rodriguez maakte de winnende goal nadat hij de halve finale en de kwartfinale moest missen wegens een schorsing. Beide kanten van de medaille dan meteen Precies, mooi in het plaatje gevat. Oké, we houden het in de gaten nog een aantal dagen tot de deadline van de transfer window. Dus er zit nog wel moois aan te komen dan, als het goed is. Zeker. Dankjewel.